Johan de Man, vanmiddag de wedstrijd tegen HAC Hardenberg. Nog even een korte terugblik vorige week Katwijk. Wat heb jij deze week besproken met de spelers? Nou, we hebben zoals altijd op maandag een nabespreking gehad. En na die nabespreking moet weer de focus liggen op HAC. En natuurlijk zijn er wat dingetjes besproken die vorige week minder goed gingen dan dat we gewend zijn. Dus die hebben we aangehaald en nogmaals, na die bespreking hebben we weer de focus gelegd op HAC. HAC is de derde nu in de competitie, zware tegenstander. Wat voor voetbal mogen wij van hun verwachten? Hetzelfde als Katwijk? Nou ja, HAC staat erom bekend, zeker als ze tegen IJsselmeervoog spelen, dat ze ons veel aan de bal laten. En dat zij toch gaan achteroverleunen. En op de juiste momenten het foutje van ons afwachten. En van daaruit willen ze de counter inzetten. Dus vandaag weer alle hens in dek. Nou sta jij bekend en Rut van de groep die met je op de bank zit als twee spelers die heel veel vechtlust hadden. Gaan we dat vanmiddag zien bij IJsselmeervogels? Nou ja, vechtlust dat moet sowieso een positieve instelling zijn. En daar ligt het bij ons ook niet aan. Alleen die foutjes die we vorige week hebben gemaakt, die moeten eruit. En dan hoef je niet heel hard te kunnen voetballen of gemeente hoeven voetballen. Maar het gaat om gewoon hoe sta je in de positie wanneer zij de bal krijgen. En dat zijn die dingetjes die hebben we van de week aangehaald. En we zullen vandaag ongetwijfeld beter gaan. Johan, succes straks. Dankjewel. Bedankt aan de archivaris van IJsselmeervogels, dat is Tijmen de Graaf. Kan ik u melden dat Joffrey bezig is met zijn vierde seizoen bij de Vogels. Hij debuteerde op 22 augustus 2009 in het bekerduel tegen de Zuidvogels. Die wedstrijd eindigde overigens in een 0-0. Met zijn snelle dribbles en soms onnavolgbare passeerbewegingen was hij direct vanaf het begin een vaste waarde onder toenmalig trainer Roy Wesseling. En nadat Jan Zuidman, onze huidige trainer, het stokje van Wesseling in de winterstop overnam, brak misschien wel de beste periode aan die Joffrey Verwij tot nu toe voor IJsselmeervogels heeft gespeeld. Thank you.
Jackson Kok. De fluitsignaal van scheidsrechter Dirk Jansen, daarmee werd het 0-2 in het voordeel van HRC Hardenberg. Mo Fauzi, je verliest vanmiddag met 2-0 van HRC Hardenberg. Wat is er met IJsselmeer volgens aan de hand? Ja, die vraag die werd me ook net gesteld. Als ik daar echt een goed antwoord op had, dan had ik je die gegeven. Maar ja, het is duidelijk dat we gewoon in het dip zitten. En dat we vorige week dat we gewoon een domper hadden. En dat vandaag ook het geval is. Je kan niet van HRC verliezen thuis, dat kan gewoon niet. Vorige week had je op Radio M wat kritiek op je medespelers. Je zei, ik sta veel op een eiland, ik vind weinig aansluiting. Het was vandaag niet veel beter. Ja, het is niet zozeer dat ik kritiek op mijn medespelers heb. Het is meer dat ik gewoon merk dat er bij iedereen, en dan heb ik het ook over mezelf, want we winnen als team en we verliezen als team, dat het gewoon ontbreekt aan felheid en strijd. En, ja, en dat ik op een eiland sta, daar praten we over. En als ik de bal heb, ja, dan moet er aangesloten worden. En op het moment dat het niet gebeurt, dan is dat zo. En als dat wel gebeurt, ja, dan zie je dat we ook gewoon een goede aanval kunnen opzetten. En dat gebeurt ook deze wedstrijd helaas niet vaak genoeg. Je noemde net een aantal elementen waar het aan ontbreekt. Ontbreekt het ook aan zelfvertrouwen? Want dat mis ik eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe dat bij sommige spelers zit. Maar goed, we Kozakken Boys, die winnen die wedstrijd ook. En ging het ook gewoon goed. Alleen ja, bij Katwijk, daar krijg je wel een deukje. En vandaag weer. En of dat aan zelfvertrouwen te maken heeft. We weten allemaal dat we goed kunnen voetballen. Alleen dat moet nu echt nog één team worden. En dat we voor elkaar willen vechten in het veld. En dat ontbreekt gewoon nu. Dat is gewoon zo. Vechtlust ontbreekt, maar er ontbreekt ook een stuk rust. Zowel achter als in de middelste linies. Ja, je ziet het vandaag weer. Dat het gewoon moeizaam gaat. Dat we nog niet de automatismes hebben die er eigenlijk wel moeten zijn na zoveel wedstrijden. En ja, of dat rust is. Vorige week beginnen we gewoon goed. En was die rust er wel. En komen we wel op 1-0 voorsprong. Dus ik vind het dan makkelijk om te zeggen dat het allemaal niet aanwezig is, want we hadden het wel. Alleen we worden gewoon met de feit op onze neus gedrukt en het is gewoon moeilijk. Ja, ieder antwoord van jou stel ik weer een volgende vraag, want je hebt het over automatisme. Maar op automatisme kun je toch trainen? Wordt er dan verkeerd getraind? Ja, niet zozeer dat, er wordt niet verkeerd getraind, maar goed, er moet ook een klik zijn en die klik is er gewoon nog niet. Dat is gewoon zo.
we hoge vlagen over springen, maar het is er gewoon niet. En dat moet creëren en dat kost tijd natuurlijk, maar goed. En wat de oorzaak daar dan anders van kan zijn, dat weet ik echt niet. Mooi, laten we hopen op betere tijden. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.